Ik ben Naomi, ik ben 19 jaar en ik kom uit Enschede. Ik studeer nog, ik race, een supermoto. Het is een crossmotor, maar dan met slicks, dus gewoon helemaal gladde banden. En daarmee doe ik wedstrijden in Nederland en België. Ja, wat is het? 75% asfalt, 25% off-road. Dus ja, je hebt wel van beide kanten iets nodig. Ik heb voor de behandeling gekozen, omdat bijvoorbeeld als ik een keer op het podium sta met na een race en ik lach breed uit, ja, dan rolt mijn bovenlip op naar binnen. En dan, ja, dan is er eigenlijk geen bovenlip meer. Dus dat, die zou ik nu graag wel willen hebben. Je ziet natuurlijk best wel veel. Het is nou best wel een hype op social media. Je ziet het echt wel veel voorbij komen. En vaak zie je ook gewoon, ja, dan zie je het gewoon echt heel erg. En ja, dat is dan iets wat ik liever niet wil. Ik wil het wel graag natuurlijk houden. En ja, het hoeft voor mij niet zo opgeblazen. Ik heb de Princess Volume gehad, dus ze hebben de bovenlip iets voller gemaakt, zodat hij niet meer naar binnen op zou krullen. Ja, het deed toch wel even pijn op het prikje. Ook had hij wel verdoving gehad, dus het was wel iets minder. Ja, het is nu natuurlijk een beetje gezwollen nog, omdat het net is gebeurd en mijn lichaam reageert er dan iets heftiger op. Maar ja, ik vind het niet onnatuurlijk eruit zien. Dus daar ben ik wel echt heel opgelucht van. En ik heb ook echt het gevoel dat er naar mij geluisterd is en wat ik wou. En dat is wel heel fijn. Het is natuurlijk wel gek om dat ineens bij jezelf te zien. Maar ja, nu ja, ik ben wel tevreden. Nou, ik zou het niet aan mensen aanbevelen die onzeker over zichzelf zijn of zo. Dat ze het echt voor de buitenkant willen doen, voor iemand anders. Maar echt voor mensen die het voor zichzelf willen doen. Ja, als iemand niet aardig tegen is of zo, van ja, nou, daar moet je gewoon schijt in hebben. Je moet het gewoon echt voor jezelf doen. En dat heb ik ook gedaan. Dus ja, was gezellig. Ja, ik vind jullie leuke mensen. En ja, zoals ik al zei, ik vind het gewoon fijn dat er echt geluisterd wordt. Naar wat ik wil, wat ik aan mezelf wil veranderen. Dus dat vond ik wel echt heel prettig.